provinciale voetbal. En we belanden dit weekend in de derde provinciale bij Massenhoven-Zandhoven. Massenhoven, dat is een deelgemeente van Zandhoven. Ik moet u dus niet vertellen dat dat daar wel leefde, die wedstrijd. En dat het echt een rivaliteit was, dat werd al meteen bewezen toen we ginder aankwamen. Want die van Massenhoven waren paarse graffiti aan het overschilderen. Ja, en paars, dat is de kleur van Zandhoven, van de tegenstander, van de vijand. Die waren daar dus al geweest. Wat is hier gebeurd? Wij hebben gedacht dat de supporters van Zandhoven de hele tribune hebben behaagd met hun mave kleur. En dat konden we zo niet laten, dat heeft niet gespoten. Niet alleen de tribune blijkbaar? Nee, de tribune, de golen en de palen. Nee, dat heb geen idee wie de palen is komen schilderen. Geen idee. Ik denk dat we de jongens van Massenhoven dat zelf hebben gedaan. Ah toch? Ja, ik denk het wel. De rivaliteitstoon is gezet. Dit is een match op het scherp van de snee. De combinatie van Massenhoven wordt met een stevige tackle beantwoord. Van Doren krijgt er geel voor. De eerste discussie tussen Zandhoven en de lijnrechter is het gevolg. Jij moet gaan zitten. Jij moet gaan zitten. Kansen zijn er in de eerste helft genoeg. Voor de bezoekers is het twee keer bijna raak. Goal valt echter aan de overzijde. Van Loveren neemt wraak voor de graffiti. We beginnen de tweede helft met een gele kaart voor Zandhoven. Gevolg opnieuw verwijten naar de leiding. Gas, hey, gas. Hey, hey. Hoe zijn we nou bezig, jong? Ja, ik zit alweer. Allee, vrouwen. De ploegafgevaardigde betaalt de rekening en moet achter de omheining. Hoe is het al? Jongen, belachelijke vent. Hey. Je weet het niet, hè? We zijn de sukkelaar, jongen. De sukkelaar zijn. Op het veld krijgt Zandhoven aan strafschopfout de kans op de gelijkmaker. Maar thuisdoelman Tom Mertens kiest de juiste hoek. De frustratie groeit bij Paars-Wit. Wat is het klaar? Ook de trainer moet naar de kant. Dat is een belachelijke vent, joh. Beetje nevig, hè. En ja, dan roept de... Pannenkoek, is dat zo erg? Ja. Zandhoven eindigt de partij met 9 Massenhoven met 10 spelers. 1-0 na een hoge derby. De ploeg van Stad, de ploeg van Zandhoven, maakt niet uit. We zijn in ieder geval beter dan Zandhoven en vandaag duidelijk bewezen. Massenhoven! Ja, nog tips voor toffe, bijzondere voetbalwedstrijden in de provinciale afdelingen. Mailen naar redactie@atv.be.